is niet waar hoor, van die bostulpen. Nee, maar ik moet je wel zeggen, ik ben ontzettend blij dat ik mee mag doen met de kerst. Ja, en niet in de laatste plaats, omdat ik dan gewoon even niet twee kerstdagen naar mijn familie hoef. Nee, hey, ik heb leuke familie, maar de feestdagen, echt, je wil ze er niet mee doorbrengen. Dat is eigenlijk, ik had het er net met de kleedster over. Eigenlijk is kerst bij ons in de familie, is eigenlijk gewoon een Hollandse verjaardag met een kerstboom. Hollandse verjaardag, weet je wat? Er zitten de mannen aan de ene kant, ja, vrouwen aan de andere kant. En als mijn moeder dan zo'n bord binnenbrengt met blokjes kaas, een vlaggetje en een mandarijntje, dan roept mijn tante Jos vanuit een hoekje, meid, wat een werk heb je er weer van gemaakt! Oké, ook in Rotterdam herkenbaar. Helemaal, tante Jos, 1,50 meter hoog, 1,50 meter breed. En tante Jos heeft elke kerst dezelfde jurk aan. Zwart-wit gestreept, met de strepen overdwars. Echt of ze een accordeon heeft ingeslikt, eerlijk waar. En mijn moeder die heeft zo vaak tegen haar gezegd, Jos meid, met jouw figuur streepjes in de lengte. Hè? Of thuis blijven, dat is voor de hele familie het beste. Tante Jos die zegt altijd, als je aan tante Jos vraagt op een kerstdag, tante Jos, wat zou u willen drinken? Zegt tante Jos, ja. Wat zakkers nemen. Hé? Wat zakkers nemen. Hé? Wat zakkers nemen. Hé? Wat zakkers nemen. Hé? Zakkers doen. Hé? Dat wij met z'n allen denken, bestel je nou maar sherry, tante Jos. Want dat zuip je 40 jaar als kraanwater. Houd op. En dan komen de hapjes voorbij. Nee, ik moest het eigenlijk niet doen. Nee, dat moest ik niet doen. Vooral dik van een hap lucht. Nee. Nee, ik moest echt niet doen hoor, dat ik ben sterk, doe het niet. Nee, ik moest het niet doen. Ik moest het niet doen. Maar ja, het is toch maar één keer kerst, vind je niet? En op één been kan ik niet staan. Nee, denk ik ook niet, vetklep. Naast tante Jos zit tante Nel. Rechts plus 8, links min 10. Die heeft zo'n fietsframe op de neus. En dan zegt tante Nel tegen mijn moeder, oh Ria, wat heb je weer een prachtige broche op. En dan mijn moeder, dat is mijn leesbril, Nel. Echt verschrikkelijk. En tante Nel en tante Jos, dat is zogenaamd de moderne tak bij ons in de familie. Die hebben ook altijd moderne gesprekken met elkaar. En dan gaan ze heel hip naar een kuuroord en naar een naakstrand. Nou, ik hoef het niet te zien. Niet voor het een of het ander, maar ik vind ze met korte mouwtjes al eng. Daar gaat het niet om. En dan gaat tante Nel zo tegen Jos, zeg Jos, meid. Mag ik jou eens een indiscrete vraag stellen? Ja, natuurlijk, meid. Je kent mij aan alle kanten, behalve de goede. Hoe zit dat nou met jou en... En Anton? Spelen jullie nog wel eens... Doktertje? En dan tante Jos... Ja hoor, Nel. Ik zit al 25 jaar in de wachtkamer. Oi, 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 oi. Die man, die Anton, die zit heel, dat is mijn oom, die zit op te scheppen over zijn werk met de kerst, dat hij 1500 man onder zich hebt. Ja, dat klopt ook wel. Die maait het gras op het kerkhof. En tante Nel, die heeft ook altijd de Labrador bij zich. En dat is een Labrador, dat beest is al 500 jaar oud volgens mij. En die heeft zijn eigen lapje, ken je dat? En dat beest zit dan eerste en tweede kerstdag op zijn eigen lapje in een hoek. Zo heel de tijd zo in zijn eigen kruis zo te likken zo. Oeh, en mijn oma die kan er helemaal niet tegen. Die wordt, terwijl ik denk, als ik het zou kunnen, kwam ik de deur niet meer uit. Dat, eerlijk waar. Echt waar niet. Ik kwam de deur niet meer uit. Hé, dan kocht ik bij de Barendrecht bij de IKEA zo'n schapenvelletje. Deed de gordijnen dicht, ging hele dagen voor de kachel liggen, eerlijk waar. Er zit daar een jongen op de derde rij, die heeft het echt gevisualiseerd. Nu is het... Verschrikkelijk. Nee, mijn oma en mijn opa, die zijn nog steeds getrouwd, al 50 jaar. Dat is al 50 jaar Wedgwood, echt door de kamer heen. Dus die zijn blij dat ze eerste en tweede kerstdag met elkaar geen ruzie hoeven te maken. Dan moet ik eerlijk zeggen, is een beetje de schuld van mijn oma. Die is een beetje negatief ingesteld, weet je. Een beetje altijd een beetje zeuren. En mijn opa, dat is een levensgenieter, hè. Ja, dat is echt, en dat is ook een hele gelovige man. Die zegt ook altijd, Richard, oma is mijn kathedraal.
Maar ik bid in elk kapelletje. Ja? Nee, die is echt heel gelovig hoor. En ik moet je ook zeggen, hij doet zijn best ook om dat huwelijk nog een beetje gezellig te houden. Weet je, dan gaat hij ergens met haar naartoe of pas had hij bonbons voor haar meegebracht. En onderlaatst ook weer zo leuk, had hij een stukje grond voor haar gekocht. Maar dan wou ze daar weer niet in. En dat was echt, ja, echt een beetje chagrijnig. Nou, het sluitstuk van mijn familie is mijn neef Eugène. Daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Zo nicht als een kathedraal. Die heeft echt alles al in zijn bed gehad wat staanplast. Dat is echt serieus. Nee, dat is een beetje een vies praatje, maar die heeft echt meer ballen tegen zijn keer gehad dan Edwin van der Sar. Eerlijk waar. Echt zo. En hij ziet het weer voor zich, jongen. En dan moet ik wel lachen, want mijn neef Eugène is dus getrouwd met zijn vriend Ricky, want ze moet samen kunnen. En dat zijn vegetariërs met altijd wel een leuk recept, zodat je het vlees niet mist. Nou, ik weet niet of je er wel eens op hebt, die tau en die tempeh en die tanfoe. Ik vind het allemaal echt gebakken trapleuning, maar goed. Maar die Ricky is dus de Nederlands kampioen van de amateur illusionist. Goochelaar met zo'n stok. En dat is een narigheid, die zit de volledige kerst op de bank, constant. Hé, hey, pakken ze kaart. Nou, pakken ze kaart. Nou, pakken ze kaart, deugt niet. Pakken ze kaart. En dan weer een bal uit je oor, eerlijk waar ze. Denk je eindelijk tot rust te komen, even naar de wc, ligt er weer een wit konijn in de wasbak. Nou, schiet mij maar met mijn hele hebben en houden in die kerstboom, want eerlijk waar, het kan mij gestolen worden. En dan aan het eind van de avond is iedereen stomdronken, inclusief mijn opa. En hij zegt, hé, dan moet je zo ineens eens even kijken naar de poes. Die poes die heeft ineens nog maar één oogje meer. En dan zegt mijn oma, die poes die loopt naar buiten. Dus jongens, ik ben zo vreselijk blij dat ik mee mag doen. En weet je wat het meteen ook is? Het is gelijk twee vliegen en één klap. Ik bedoel, ik ben met de kerst onder de pannen. En Karin Bloemen heeft ook weer eens een volle zaal.